hallo, het is goed met jullie. Hey yo, Nintendo fans. We gaan even Splatoonky 3 demootje downloaden. Gratis download. Oh, ja hoor. Splatoonky. Hebben jullie een beetje zin in Splatoon, jongens? Als je meer video's van Splatoon 3 wil zien, doe die duimpjes omhoog en vergeet niet te abonneren. Want dit belooft wel wat te worden. Ik heb wel heel veel zin in Splatoon 3. Wie willen wij zijn? Ik ga voor deze guy met het korte haar. De kleur van mijn huid. Ik denk dat deze redelijk overeenkomt met mijn huid. De kleur van mijn ogen. Ja, ik vind dit soort roze ogen altijd wel sick, hoor. Let's go! Ik heb alleen zelf niet erg roze ogen. Maar dat boeit niet. Even kapseltje kiezen, hoor. Even kijken, hoor. Ja, eigenlijk maakt dit niet zo heel veel uit. Want we gaan toch een pet dragen in deze game. Sowieso. Ja, maar deze is wel classic, man. Ik vind dit altijd wel een tof kapseltje. Wat voor wenkbrauwen hebben wij? Hele grote. Gewoon normale grote, joh. En tot slot, mijn pants. Wat voor pants willen we dragen dan? Ja, we hebben wel lekker veel stijltjes. Het is best wel warm, hè. Eigenlijk is het wel tijd voor een korte broek. Ja, we gaan voor deze korte broek. Deze ziet er chill uit. Ben je blij met je look? Ja, man. Dit is hoe ik er wel uit wil zien. Ja, dit is mijn inkling boy. Oh, moet ik jou ook? Moet ik een maatje maken? Oh, dit vind ik leuk. Ik moet zijn kapsel kiezen. Ja, sowieso deze of deze. Ja, ik vind deze wel lachen. Ik ga voor die tweede. Oh, dat was het. Alleen zijn kapsel. Nou, helemaal top, joh. Ik vind het mooi. Maar dan, wat gaan we doen dan? We gaan een beetje rennen. We gaan eens even kijken. Een omgekeerde Eiffeltoren. Is dit in Parijs? Jij vindt jezelf een grote vis. We moeten de krater verkennen. Richt je op je celminimaatje. Oké, let's go. Dat is daar. Hij is daar aan het bouncen. Volg de Salmini! Yo, Salmini guy. Yo, waar ga je? Gaan we lekker zwemmen, jongen. En springen. Hotse flotsie dotsie. Hoppakee, naar mijn Salmini toe. Hallo. Alles goed? Waar ga je naartoe, vriend? Hij heeft iets gevonden. Trouwens, jij kan nu ook deze demo spelen. Je kan hem gewoon downloaden in de e-shop. Hij is gratis. Ah, binnenkort gaan we helemaal los met Splatoon 3, jongens. Echt super veel zin in. Maar wat heeft hij gevonden dan? Wat zit er in het koffertje? Ja, een wapentje natuurlijk. Lekker. Een inktpistool, jongens. Let's go. Oh, ja. Heb je het door? Ja, lekker gunnetje, joh. Hotseplots. Hotsekatflots. Oh, dan moet even weer wennen, jongens. Even wennen. Hier, laten we omhoog gaan. Moop, lekker. Moop, en schieten. Hoppakee, en door. Kan je hier een wereldrecord in zetten? Wat zou het wereldrecord zijn voor deze baan? Sowieso wel een stukje sneller dan hoe ik het doe, denk ik. Beetje hier verven. Oh, hier moeten we gewoon springen. Ja, hier kan geen verf op. Of geen inkt op. Hotsekatflots. Hier moeten we natuurlijk onderdoor. Hoppakeetje. En hier naar boven. Oh, hier vallen we natuurlijk doorheen. Dan moeten we dit even de juiste kleur spuiten zo. Hotsekidee. Lekker, man. Lekker. Oh, dit voelt wel weer goed, man. Het voelt wel echt weer leuk om weer Splatoon te spelen. Het is echt lang geleden dat ik deze game heb gespeeld. Maar I love it. Ik blijf dit best wel cool vinden. Even, ze moeten wel allemaal kapot. Anders kan ik er niet tegen. Ze moeten allemaal kapot. Let's go! Als je B ingedrukt houdt, krijg je een muurboost. Ah ja, dan vliegen ze zo in de lucht. Nice. Dat is een nieuw ding trouwens, die muurboost. Die zat er eerst niet in. Nou, dit hebben we in ieder geval gehaald. We pakken even lekker een treintje. Of is het een metro? In de vorige Splatoon was het een metro, maar nu is het denk ik de trein. Kijk me staan, jongen, met mijn Mattie Salmo niet daar zo. Hallo, meneer de vis en meneer de kwal. Waar brengt deze reis ons eigenlijk naartoe? Waar gaan we naartoe, jongens? Wat is het plan? Naar welk land gaan we toe? We kwamen denk ik net uit de woestijn van Frankrijk. Een omgedraaide Eiffeltoren. Het ging niet echt goed met die Eiffeltoren. Oké, we zijn er. Ik ben eigenlijk echt wel benieuwd wat er met die Eiffeltoren is gebeurd. Waarom staat die daar? Splatfest World Premiere! Die kan je vandaag op vrijdag nog niet spelen. Die is morgen, zaterdag, vanaf 10 uur in de ochtend. Ik ga die natuurlijk ook spelen op Twitch. Heb ik super veel zin in. Maar nu gaan we even kijken wat er hier allemaal gaande is. Wat kunnen we dan wel doen? Hallo, het is goed met jullie. Dit is Haya. De Splatlands worden wakker geschud, want we zijn deep cut. Welkom. Hi, welkom. Ja, wel. Oh, Ray. Ray staat achter die tv. Oké, ik ben wel fan van Ray, moet ik zeggen. Die is wel cool. Ai, groot nieuws. Vers van de pers. Wat loop je nou met je vinnen te flapperen? Je weet toch al hoe laat het is, zegt Muriel. Pardon, het is tijd voor een Splatfest. Wat is het thema? Het thema is... Wat is het thema? Zeg dan, duurt lang. Ja? Het Splatfest thema is... Steen!
papier, schaar. Oké, wij moeten even iets kiezen. Eigenlijk weet ik al welke ik ga kiezen. Steen is onoverzettelijk als een rots. Maar Muriel denkt dat team papier gaat winnen. Geef ze je zwart op wit. En Ray is voor team schaar. Wat dacht je van steen? Dat is de meest solide keuze. Zegt Haya, de blauwe. En Muriel zegt, ik kan stenen breken. Heb je niks beters? Steen is de vorm van een triomfantelijk geheven vuist. Solide, een fundament, een... Muriel zegt, genoeg gekletst. Als dat alles is, blijf ik voor team papier. En Ray zegt, wat? Papier, serieus? Want papier kan je vlijmscherp opbouwen. En je kunt er vernietigende dingen op schrijven. Ray die zegt, nee. Schaar is het sterkst. Veel scherper, zonder te hoeven vouwen. Ja, ik ben er wel uit. Maar het heeft niet echt te maken met of een steen beter is. Of papier beter is. Of dat schaar beter is eigenlijk. Ik heb mijn keuze op een andere manier gemaakt. Oh, hoeven we helemaal niet te kiezen. Oké, doei, dag. De mossel? Yo, maar deze wereld ziet er wel vet uit op zich, man. Chinese draken, statue daar zo. Kunnen we al ergens in? Oh ja, ik vind het ook altijd zo vet, hè. Ik vind het super cool hoe mensen deze tekeningen maken. Ik wou dat ik dat kon. Het zijn super vette berichtjes, man. Oké, mensen gaan hier voor schaar allemaal zo te zien. Yo, what up, Among Us? Kunnen we hier naar binnen? Hey, ja, we kunnen naar binnen. What up, Mona? Je moet in ieder geval 4 zijn om hier welkom te zijn en te winkelen. Oké, doei. Ik word er ook gewoon gelijk uitgegooid. Dit is zo oneerlijk. Oh, hier is nog een winkel. Splatfest teams. Oh, hier kan je je team kiezen. Laat even weten in de reacties welk team jullie gaan kiezen. Wordt het steen? Wordt het papier? Wordt het schaar? Ik ga voor papier, want hey, dit is Rikachu geel. Kijk alleen maar naar mijn pet. Dan moet ik wel voor papier gaan, toch? Dit is gewoon de mooiste kleur. Ik ga gewoon voor de kleur. Papier, let's go! Ik denk echt dat heel weinig mensen papier gaan kiezen. Hopelijk kiezen jullie allemaal papier. Oh, we krijgen een Splatfest t-shirt. Oh, maar die willen ze terug naar het festival. Nee, dat is niet cool. Kan ik die aandoen al? Splatfest t-shirt. Ja, lekker man. Team geel voor de win. Team papier, let's go papiertjes. Ja, het is nog allemaal een beetje in opbouw zo te zien hier. Ja, team paper, lekker. Jij bent mijn mattie. We zijn zelf de team, joh. Lekker. Het eerste Splatfest van Splatoon 3, jongens. Super, super cool. Zoveel zin om deze game weer te gaan spelen. Best wel een groot wereldje trouwens. Ik ben benieuwd wat hier nog allemaal komt. Want ik neem aan dat je hier straks ook echt allemaal dingen kan gaan doen. Dit is trouwens vet trippy. Deze kleurtjes. Lekkere LED-panelen, joh. Ja, hier moet je straks naar binnen, denk ik, om je matches te doen. Bezig verbinding te maken. Er is nu geen Splatfest bezig. Oftewel, opzouten. Oh, hier is nog een ander winkeltje, trouwens. Hallo, wat is deze winkel? Oh, is dat het enige wapen wat je hebt? Ik zou je graag alles vertellen over de wapens die ik heb. Maar het is nog misschien wat veel als je nog maar op niveau 1 zit. Ja, we moeten echt even trainen. Maar ja, dat gaat nu nog niet. Dat gaat misschien morgen vanaf 10 uur. Ik hoop dat je de levels gelijk behaalt en behoudt. Ik ben benieuwd of jullie het gaan spelen. Laat het weten in de reacties. Sorry dat er nu even wat minder video's zijn. Maar ja, ik heb ook gewoon vakantie. En het is warm. En er zijn weinig games op dit moment. Als je meer video's wilt, abonneren, liken, belletje aan. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!